En een nieuwtje over Yellow. En een nieuwtje over een andere Havelinger. Sam is niet meer leuk. Dus we hebben besloten. Goedemorgen. Hoi allemaal. Leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe video. Vandaag is het een bijzondere dag. Want Stan en Yellow zijn... Oh, ja. 1 jaar. In ons bezit. Ja, hier kunnen jullie trouwens een video checken van vorig jaar. Dat we ze op gingen halen. Maar wij gaan vandaag voor jullie vloggen. Want het was heel mooi weer. En nu... Niet meer. Niet meer. Maar de dierenarts komt zo weer voor City. Wat er gebeurt. En daarover gaan we straks meer uitleggen. Tot zo. Ja, doet alsof het winter is. Dat ook echt koud. Het was net super warm. Ja. Koud. Helemaal mooi weer was het. En nu kijk deze bewolking. Even kijken hoor. Wat is er? 2 hennen, 4 hanen. Daar zal mijn vader blij mee zijn. City? Holly! Zo, we zijn buiten. En de dierenarts komt zo, namelijk voor City. Hopen we, want ze zouden een uur geleden al zijn. Ja, misschien zijn er dingen tussen gekomen. Kan. Maar wij gaan in ieder geval gewoon verder met onze taakjes hier. We gaan nu stallen uitnesten. Zo, iemand wil naar buiten. Wat doet hij? Wij wilden uit. Nou, als jullie de vorige video van ons hebben bekeken, dan hebben jullie waarschijnlijk gezien dat ze toen gescand is. En dat is dus om te kijken of ze al een eisprong heeft gehad. Of dat ze goed hengstig is, zodat we ongeveer weten wanneer er eisprong is. Want dan weten we wanneer we moeten insemineren. Nou, de laatste keer was het nog niet goed genoeg. En toen hadden we hem of mogelijk net gemist, of het moest nog net beginnen. Dat is altijd een beetje vaag. Nu gaan we hem nog een keertje scannen. En als ze nou niet goed hengstig is, of niet hengstig is, dan kunnen we haar daar ook een beetje mee helpen. Zodat we dan iets beter kunnen plannen wanneer ze geïnsemineerd moet worden. Papieren! Beuk. Hij gaat door. Laat me eruit! Nou, de zon is weg en het is gelijk. Gelijk koud. Koud, hè. Kleine slijmmeis. Oh, Rosie. Met die kleine snorloze leppertje. Zo, stal 1 is klaar. Stal 2 is bijna klaar. En er moet nog hooi in. Hoi Iris. Hoi. Oh, mensen zijn mensen. Meiden zijn daar vies aan het doen. Vies aan het doen. Ja. En deze moeten ook nog de poepjes uit. Alles schoon. Lamp uit. Kar leeg. We zijn maar eerst naar Stan en Yellow gegaan. En we hebben helemaal niks voor onze anniversary gedaan. Geen taart gebakken. Nee. Helemaal niks. Ik zag het ook vanmorgen. Ik ook. We doen dat later deze week ook. Ja, ze zijn ook nog allebei jarig. Binnenkort. Oh ja. Komt-ie. En weg is hij. Daar komt die andere. Jee. Oh, en daar is die. Hallo, auw! Gefeliciteerd. Jij bent wel lief, hè? Ja. Altijd dat snuifje. Jij hebt nog een karretje vol met hooi. Oh, pas op hier. Stan zit er achteraan. Ah, ze komen weer terug. Oké, ik ga. Kom er niet bij. Dank je. Iris, wat gaan we doen? Zet die even binnenzetten, want de dierenarts is er. En we gaan even kijken hoe het er nu voor staat met haar baarmoeder en haar eierstokken. En als er helemaal geen tekenen van hengstigheid zijn en verder is alles schoon, dan wordt ze waarschijnlijk hengstig gespoten. En dan? Dan gaan we de cyclus niet helemaal natuurlijk op gang brengen. En dan kun je iets beter plannen voor de inseminatie.
superbraaf. Maar niet engstig hoor. Nee. Superbraaf, maar niet engstig. Femke is dus net geweest, de dierenarts, en die heeft nog een keertje gescand. En er moest dus even gekeken worden of ze nu hengstig was. Nou, ik wist eigenlijk aan haar gedrag wel dat het niet heel veel anders was dan vorige week. Maar dan kunnen ze ook zien of er al een beetje verandering in komt. Ze had één eicel die al iets groter werd. En er moest gekeken worden of er geel lichaam was. Want als dat het geval is, dan kun je na zoveel dagen kun je haar hengstig spuiten. En dan kun je dus dat proces op gang helpen. Omdat hier eigenlijk niet genoeg prikkels zijn voor haar. Soms dan wordt ze gewoon niet meer hengstig. Dus dan kunnen we dat proces op gang helpen. En dat kunnen we over een paar dagen doen. Want het geel lichaam zat erop. Maar dat moet 7 tot 15 dagen volgens mij daartussen moet je gaan spuiten. En we weten dat het nu net 5 dagen is. Dus dat gaan we dit weekend doen. En dan is het afwachten, jongens. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag... Nee, het is geen morgen meer. Het is al middag. Het is vandaag donderdag en Sanne die is er vandaag niet, want die is op stage. En ik ben eigenlijk ook aan het werk vandaag, maar ik had tussendoor eventjes een leuk update voor jullie, dacht ik. Want ze zijn nu de processierupsen uit de boom aan het halen, spuiten, verdelgen, met biologisch middel. Sommigen doen het met aaltjes, geloof ik, en nee, het zijn wat verschillende methoden. Maar we hebben achter de schuur altijd best wel heel veel problemen met de processierupsen, want die kruipen echt over de staldeuren. En dan uiteindelijk heb je dus ook dat die helemaal in de stal komen. Die paarden krijgen jeuk en die gaan in de mond zwellen en zo. Dus we wilden wel echt heel graag wat doen aan de bestrijding dit jaar. Dus dat zijn ze nu aan het doen. Zoals jullie hebben gezien zijn ze nu dus de rupsen aan het wegsproeien. Of wegsproeien. Nee, ik zal het even uitleggen. Die rupsjes die zijn nu dus deze tijd van het jaar in migratie en in ontwikkeling. Dus dat betekent dat ze binnen nu en ongeveer 2 weken echt die brandharen gaan ontwikkelen. En dan die nesten gaan maken waar we allemaal zoveel last van hebben. En er lopen hier natuurlijk veel dieren. We hebben hier een openbare weg voor langslopen, een fietspad. Dus er komen hier heel veel mensen langs. En vorig jaar hebben we echt gruwelijk veel overlast gehad. Dus dit jaar wilden we daar sowieso wat aan doen. En er zijn wat verschillende methoden. We hebben ons hierin laten adviseren. Maar wat er nu dus gebeurt is dat ze, dit is volledig biologisch veilig middel, dus eigenlijk alleen de rupsjes die nu die bladeren eten, die overleven dit niet. Maar het is niet dat vogeltjes of andere dieren nu ook hier problemen mee hebben of hier iets van krijgen, want dat wilden we dus echt niet. We willen gewoon alleen de processierups, maar we willen niet dat andere beesten hieronder te lijden hebben. Maar ze vreten dus gaatjes in de bladeren en daardoor... gaan ze dus eigenlijk dood als ze dat nu eten en gaan ze dus niet die nesten bouwen. Dus dat zou uiteindelijk heel erg leuk zijn. Als je ze uit de boom laat zuigen, dan krijg je dus, dan zit het nest er echt al. Dan ben je eigenlijk al te laat, dan heb je al de klachten, maar dan ga je het nest opruimen. En je hebt ook nog een methode, dat zag ik heel veel, over mensen die plastic om de bomen doen. En daar is ook heel veel ophef over geweest, zag ik in het nieuws ook, dat... dat blijkbaar nog meer problemen geeft, omdat die beesten daarachter gevangen worden en zo. Ik weet niet helemaal precies hoe het zit. Maar dat ze dan niet meer op en neer kunnen kruipen, of dat ze... dat is het idee, dat ze dus dan niet meer langs kunnen kruipen. Maar omdat er al heel veel rups al in die bomen zitten, voorkom je het probleem niet. En dan komen er weer eitjes achter dat ding te zitten. En nou, ik weet het allemaal niet helemaal precies, maar dat was zo niet echt een optie. Dus vandaar dat wij hiervoor hebben gekozen. Helemaal die methode met de aaltjes weet ik eigenlijk niet. Werd dus in dit geval niet geadviseerd door dat bedrijf toen. Maar ik weet niet waarom dat wel of niet heel goed zou zijn. Moet ik ook heel eerlijk zeggen. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag. En zoals je aan mijn hoofd kunt zien. Ook ik heb op. Dat betekent dat wij al hebben gereden. We hebben net namelijk les gehad en het ging goed. En nu... Hallo! Wat gaan we doen? Peanut temmen. We hebben deze week echt... Oh nee, de volgende video wordt echt vol sensatie. Want we gaan op Yellow. Oh ja! En naar de kliniek. En peanut leren mennen. Ja, we hebben gisteren en vandaag allemaal dingen afgesproken. Ja, dus zitten we schot in de zaak, jongens. Ja. En het was Lisanne's idee trouwens. Ja, dit is Lisanne's. Het was niet ons idee, maar we willen het wel heel graag. Ja. En nu gaan we kijken of Pien het ook heel graag wil. Hij ziet eruit alsof hij het heel graag wil. Ja. Nou, we gaan dus eventjes om de hoek. Want dan hebben we iets meer overzicht in wat er de bocht om komt vliegen. We hebben even een weg gevonden met minder hobbels. En
En minder verkeer. Nou ja, dit alsnog. Het is niet zo fijn als een fietspad, maar op het fietspad komen heel veel mensen langs. Kijk, daar heb je er wel weer één. Even om ons punt te maken, daar is er wel. Oh, een. Kijk, en er komt er nog één. Zelfs scooters. Gevaarlijk. Echte struggles. Hard. Nee, wacht maar even. Gaan we al harder. Wow, smooth. En drop. Mag ik al naar huis, moeder? Een gat in de weg. Wat is dit? Wat een plaatje. Poging 2. Hey, vingers. Ik kan dit niet meer. Oh, mijn voet zit vast, moet nog. Oh! Nee. Dat is een op naar huis! Oh. Nou, hup, galop! Kom maar, Gilly, kom! 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 Oh nee! Wat gebeurt er? We zijn weer terug, allemaal! En nu gaan de paardjes de andere wei. Ja. Zucht. Hier. Zie. Oh, ze zijn ook helemaal stoffig. Ze hebben lekker gerold. Lekker gerold. Hebben ze nog water? Ja. Top. Hallo allemaal, we zijn weer buiten. We zijn namelijk de honden aan het uitlaten, want... Iris is helemaal alleen thuis. En ze wordt nu gebeld. Hallo. Ja, ja. Nee, we zijn even onderweg naar het zomerweiland van Stan en Jello. Dus waar ze vorig jaar ook in stonden. Dat is weer helemaal begroeid. Dus aan de ene kant echt top. Maar aan de andere kant ja, moeten we nu even checken of alles nog klopt. En de omheining aanpassen. Dus we zijn onderweg daar naartoe. Oh mijn god. Zoep. Kijk jongens, hoe lang geleden dit alweer is. Oh, het komt weer gewoon tot onze schouders. Maar we moeten dus even checken. Oh, kinderen. Oh. Moet ik even helpen? Oh, ik pas hier wel door. Joe. Het is echt... Het is wel lekker uitgedrukt. Dat is wel goed voor. Oh, hier ook. Ik volg wel gewoon, we gewoon de... jouw pad. Ja. Oh, weten jullie dit nog van vorig jaar, jongens? Kijk, hier is wel lager, de voorste stuk. Ja, dat klopt. Nou, dit stuk gaat wel. Dus... Dit is nog goed, ja. Ja, daar moeten we even voor de zekerheid checken. Maar hier ziet het er goed uit. Nee, kijk, dit riempje ook. Oh. Oh, oh. Oké, er is dus overal in Nederland duiken ineens slangen op van mensen die ze dumpen. En in onze buitenritroute, zeg maar, is er dus ook eentje gespot. Maar echt een ziek, dikke, enge, grote, lange slang
En hij is nog steeds niet terecht. En mensen zien hem elke keer. En nu is hij weg. Dus misschien zit hij hier nu wel. Hij is daar nu baby's aan het maken. Hou op! Met adders. Kruisingen. Oh, lief. Oh, lief. Nee, we moeten alleen even opnieuw draad spannen. Oh, 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 is het paal. Oh, dat verklaart heel veel. Het is gewoon te goed idee. Oh, moet ik hem meenemen? Heb je niks meer aan als er niks op zit? Zo, we zijn hier. En Guinness is nog steeds daar aan het huppelen. Netjes. Netjes. Hoi, hallo. Daar zijn we weer. Ja. Het is vandaag zaterdag. Nieuwe dag. En wat heb jij bij je? We hebben net een paar TikToks gemaakt. En nou gaan we eventjes het laatste stukje in de omheining in elkaar zetten. Want dan kunnen deze week Stan en Jello gaan verhuizen. Ja. En we hebben de aankomende week een nieuwtje over Stan. En? Een nieuwtje over Jello. En? Een nieuwtje over andere Havelingen. En? Een nieuwtje over City. Dus stay tuned voor onze volgende video. We zijn dus even paaltjes aan het... Of nou ja, extra paaltjes aan het neerzetten waar hele grote gaten tussen zitten. Draadjes aan het spannen. Want sommige zijn een beetje slapjes geworden. Guinness is rond aan het rennen. James is hier. En het is ineens weer helemaal aan het waaien. Hier was een takje gesneuveld bovenop onze creatie. Kijk, we hebben dit hele stuk al gehad. Are you proud? We zijn bijna bij het eind. Hallo, wat doen we? Het hek is gerepareerd. Wij gaan naar de volgende patiënten. Ja. Helemaal onderweg. Here we are. Again. Hoi. Met jouw kleine snuivenneus. Hallo. Kom op met dat voedsel. Ben jij knap? Ben jij weer knap? Ben jij weer iets minder knap? Heb je tegen mij? Ik ga je bijten nu. Zo. Kijk ook hoeveel ze ernaast gooien. Het is helemaal zo'n bodembedekker geworden. Ja. Hallo knapperd. Gaan wij woensdag op jou rijden? Gaan we dat doen? Gaan we op jou zitten? Even de lussen losmaken, dan kan ik het hooi er straks gelijk in gooien. Oh. Oh. Brokken. Oh nee, jongens, aan de kant. Ga aan de kant dan. Ja, hup. Naar buiten jij. Naar buiten. Jullie gaan er ook maar allemaal weer langs dan. Oh. Nou, aan de kant. Een beetje agressief naar beneden. 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 Wij zijn weer bij mij thuis, want we zijn wat vergeten. Dus we moeten even een borstel ophalen voor Jello, want die is natuurlijk heel erg aan het verharen. En die wilden we even borstelen, maar we hebben echt alleen die hele zachte borstels. Dus we nemen even een paar van die dikke ontharingskits van ons huis mee. Want paarden hier zijn toch alweer helemaal glad in de vachtjes. En dan gaan die even mee die kant op. Ik heb 3 wapens meegenomen in de strijd tegen de haren. Here we are again. Daar hebben wij een hele stoute jongen. Ja, Stan is niet meer leuk. Dus we hebben besloten dat het beter is voor iedereen dat zijn balletjes eraf gaan. Ja. En wanneer Wat gebeurt zou je dat? Binnenkort. Maar hij is nou 2. Ja. En nou het voorjaar heeft hij zijn hormoontjes niet meer onder controle. Stan? Een beetje ontdekt dat hij. Ja, dus het is... It is time. Ja. En Jello is lekker gepoetst. Kijk al die appeltjes weer op haar vacht. We hadden beter dit kunnen doen. Oeh. Oeh. Dat kan nog. Het ziet er zo leuk uit, maar dat is hij niet. Doei.
Hoi Stan. Hallo. Onze vlog is ten einde, jongens. We willen jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. En de aankomende weken komen dus heel veel nieuwe leuke dingen aan. Of nou ja, gewoon wel interessante dingen. Dus blijf kijken. Spannend. Ja, dat wordt zochtig. Doei.